Hallo dames en heren van het Roblox Game kanaal. Ik ben Jurgo, één keer Roblox Gamer. En dames en heren, vandaag gaan we 24 uur in mijn badkamer overleven. En waarom niet in mijn kamer? Omdat het toch wel wat lastig is om in een fucking badkamer te overleven. Die toch wel wat kleiner is in mijn huis dan de kamer. Plus mijn kamer zit vol met computers en Playstations. Dus dat wordt hem niet. Maar goed, doe alvast een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal hier beneden. Want wie weet is de volgende keer wel over 24 uur overleven in een cirkel. Dat wordt niet fijn. Maar laten we gaan beginnen. Zo, welkom in mijn badkamer. Mijn badkamer heeft ook een wc, dus dat komt goed uit. Dit is mijn plek. En ja, let alsjeblieft niet op dat shit. I mean, ik moet hier toch 24 uur zitten. Dus dat, ik moet toch wel wat overleven. We proberen camera's scherp te stellen. Hier ga ik dus letterlijk de hele dag zitten. Oh, dit is echt een hel. Ik verheug me hier nu al op. Eigenlijk totaal niet. Daar staat mijn softbox die ik moet gaan gebruiken. Ik heb wat snacks meegenomen. En dit is een pittig krappige ruimte. Maar dat maakt niet uit. Dan, in de badkamer. Nu voor het echie. Dames en heren, de challenge is begonnen. Nee, het is momenteel. Ja, letterlijk bijna 11 uur. 2 voor 11. 11 uur. Oh, dus ik moet hier tot morgen 11 uur weer zitten. Dit wordt een lange dag. Dat kan ik jullie verzekeren. In ieder geval, wat ik nu ga doen is sowieso een beetje mijn laptop met rust laten. Heel misschien nog wat editen, maar dat kan ik wel later doen, I guess. Maar ik ga mijn laptop nu even laten zitten. En ik denk gewoon even chillen of zo. Met muziek natuurlijk. Dus misschien tot zo. Het eerste uur gaat nu in, oftewel uur 1. Let's go. Dit is wat beter ligt. Maar, ik heb een regel. 2 of 3, weet ik even niet meer. Maar, ik heb een regel. De eerste regel is natuurlijk niet uit mijn badkamer gaan. De tweede regel is, ik heb dus mijn laptop. Hij is er nu vol 100%. En ik mag mijn laptop maar 2 keer gebruiken. Wat bedoel ik daarmee, ga ik nu uitleggen. Mijn laptop is momenteel 100%. Als ik hem ga gebruiken tot en met 10%, moet hij aan de lader. Dan mag ik hem niet meer gebruiken tot 50%. Na de 50% mag ik hem gebruiken alleen voor muziek en voor mijn camera. Als hij weer volle 100% is, mag ik hem weer gebruiken tot en met 10%. Dus dat zijn 2 keer dat ik mijn laptop mag gebruiken. Als ik hem weer aan de lader zet, mag ik hem gebruiken tot 50%. Daarna mag ik weer muziek luisteren tot 100%. En als hij 100% is, moet ik hem uit de lader doen. En mag ik hem alleen maar voor muziek en voor de camera gebruiken, voor de video. Nou is het ding, ik heb er wat, voor mij is het niet leuk, voor jullie misschien wel, I don't know. Voor mij is het gewoon een beetje kut, maar maakt niet uit. Ik heb er iets bij toegevoegd. Na 3 uur, als het na 3 uur is en ik heb mijn laptop al 2 keer gebruikt. Waar dat betekent dus dat ik alleen maar muziek mag luisteren. Na 3 uur mag ik dan alleen muziek luisteren met de batterij mee. Dus ik bedoel, als mijn batterij dan 80% is, dan moet mijn volume ook naar 80%. Als mijn batterij 20% is, moet mijn volume ook naar 20%. Dus ja, dat is een kleine toevoeging. Ik hoop niet dat de batterij zo snel leeg gaat. Maar ja, dat zien we wel. Het is momenteel 10 uur, dus we gaan nog gelukkig nog niet beginnen. Ik ga even wat ontbijt eten zo. En misschien nog wat taart hier binnen smokkelen. Want ik ga waarschijnlijk heel veel honger hebben na deze challenge en in deze challenge. Maar ja, laten we gewoon gaan beginnen. Laat ik me gewoon gaan voorbereiden. Let's go. Eerste uur is het al ingegaan. Het is nu 12 uur, precies 12 uur, letterlijk 12 uur. 12 uur, gewoon letterlijk 12 uur. Ja, jullie kunnen het niet zien. Het is 12 uur en dus middag. Ik ga nog niks eten. Ik heb geen zin om te eten. Ik lag letterlijk bijna. Ik was letterlijk in slaap gevallen. Ik weet niet. Ik wil gewoon denk ik slapen. Het liefst slaap ik gewoon deze hele challenge door. Waarom? I don't know, man. In ieder geval, ik zit wel lekker. Ik heb hier een beetje slaapding van gemaakt.
Dus ik zit hier nu al een uurtje en ik voel nog niet echt... Ja, ik voel verveling. Dat voel ik. Verveling. Voor de rest voel ik helemaal niks. Ik ben eerste uur ingegaan en mijn laptop is hoeveel procent? Even kijken, want dat is ook wel belangrijk om te zien. 90%. Oké. Okay. 90% voor 1 uur. Goed. En het leuke is, ik heb hem alleen maar gebruikt voor muziek. Dus ik mag hem nog opladen tot 93%. En dan mag ik dat stuk gebruiken voor iets anders dan muziek. Maar ik denk dat ik gewoon nog muziek ga luisteren. Misschien val ik wel in slaap, who knows. In ieder geval, tot nu slot 1 uur voorbij. Ja, ik verveel me echt, maar ik denk als ik in slaap val, dan lukt het wel. En dan kan ik hier denk ik wel 2 uurtjes minstens erbij overleven, dus ja. Oké, dames en heren, ik zit dus nog steeds in de badkamer. Het is kwart over 12. Ik ben hier met Ricardo. Hallo. Maat, shout-out aan jou. En jouw YouTube kanaal staat onderaan in de beschrijving. Want jij gaat mij helpen met deze challenge om te overleven. Tuurlijk. I got you. Ik ga straks lekker met vrienden lekker naar buiten. Jongen, je wil niet weten. Ik ga vrienden en weet ik wat allemaal. Oké. Duidelijk. Dus dat wordt hem niet. Maar dat maakt niet uit. Alsnog shout naar jou. Ja, en zo terug, man. Je weet het zelf. Nee, grapje mensen. Ik word niet zo. Worden die dan van, oh, hij gaat filmen met straattaal. Als je, nee. Nou, ik haat ze, ja, ik vind straat dan niet per se erg, maar niet dat ik het gebruik of zo. Het kut is ook. Maar ik vind het ook niet. Ik vind het ook niet erg. Ik gebruik het al soms. En in achtergrond met mijn vader. Boeien. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik ben bij mijn ding. Het probleem, ik mag niet eten in mijn badkamer, omdat ik gelovig ben. En bij mijn geloof mag je niet eten in de badkamer. Dus dat is wel een beetje ding. Maar ik heb ook nog hier chips en shit en cola. En toch ga ik het doen, denk ik, I guess. Want ja, ik ga ook niet 24 uur niks zitten eten. Dat zal toch echt een tijdje stom zijn, man? Ja, echt, hè? Dan zit ik echt in de avond. Echt gewoon nog steeds gewoon in deze fucking hele badkamer niks te eten. Gast, dat ga ik nooit overleven. Ik zit lekker in 4 donuts op de chopper. Ja. Dat is het leven, jongen. Oh, het leven. Met vulling, godverdomme. Met vulling. Lekker bezig. Roos, maar ik vind het wel leuk. Lekker bezig. Ja. Ik leef nog. En het is... het is 10 over 1. Dus we zijn alweer een uur verder. En ja, het gaat pittig goed eigenlijk. Ik zit lekker muziek te luisteren. Het bellen tussen mij en Ricardo is net voorbij. 10 minuten geleden zat er weer voorbij, want hij wilde graag naar buiten. Begrijp ik volledig. Hij gaat ook niet de hele dag met mij zitten bellen. Dus ja, begrijp ik wel. Ik zit ook alleen maar met dit ding te kloten en gewoon te appen. Mijn batterij, dat ga ik jullie nu even zeggen. Dat is 65%. Ik weet niet tot hoe lang ik nog kan overleven. Maar wat ik wel weet is dat ja, het nu voor nu nog best wel goed gaat. Dus hey, maar ja, ik weet niet voor hoe lang het nog goed gaat. Ik voel mijn kern gezond, ik voel me top. Ik heb nog niks gegeten of gedronken. Ja, heel klein beetje gedronken van Oranje, maar voor de rest helemaal niks. Ook nog geen water gedronken of zo. Ik voel me pittig. Ik zweet wel alleen een beetje, ik heb het best wel warm. En ja, dat een beetje. Dus ja, verveling. Maar nou, valt mee, want ik heb muziek. Maar ja, 64% momenteel. Moet goed komen, jongens. Moet goed komen. Ook gewoon, ik had per ongeluk mijn ledlamp te lang aan laten gaan terwijl ik niet video was aan het opnemen. Want geloof me, deze lamp is zo sterk. Maar geloof me, hij gebruikt een tering energie, jongen. Niet normaal. Dus ja, het gaat best wel goed. En ik denk tot het volgende uur of zo. En dan ja, zien we dan wel. Het is alweer 2 uur. Ja, 2:10. Ik stik hier een beetje. Ik begin het een beetje benauwd te krijgen en een beetje te warm. Maar het gaat nog steeds. Ik zit een beetje te klooien met mijn vlindermes, maar die gaat steeds... Kanoek, waar is die? Waar is het kutding? Hier. Ja, dat ding gaat steeds van die... gaat steeds aan de zijkant hier. Deze kant gaat hij steeds kapot. Maar hey, dat maakt niet uit. Ik voel me nog steeds benauwd. Het eten is bijna klaar, gelukkig. Ben ik blij mee, pittig blij mee. Maar ja, dus dan kan ik uiteindelijk.
kan ik uiteindelijk eten? Ja, dankjewel. In ieder geval, ik weet niet wat ik moet zeggen of te doen in de video. Dus daarom zit ik echt gewoon soms kleine stukjes te filmen. Want ja, wat moet ik anders filmen? In ieder geval, ja, ik denk dat ik zo meteen of zo misschien een kleine timelapse ga maken of zo. Versnelling timelapse, wie weet. Van dit uur, volgend uur waarschijnlijk, van volgend uur of zo. In ieder geval, ja, tot volgend uur, I guess. Of gewoon tot zometeen, want ja, ik zit nog steeds in deze badkamer. Ik zit ook alleen maar bij dit stukje gewoon. Ik kan gewoon lopen en shit, maar ik zit alleen maar bij dit stukje. Maakt niet uit, maakt niet uit. Dus dames en heren, zijn alweer 2 uurtjes voorbij. Het is alweer 4 uur fucking hell. En ik wilde even meedelen, namelijk bij mij gaat het nog goed, behalve dat ik hoor heb en ik heb rugpijn. Geen idee, ik heb gewoon rugpijn, heel veel rugpijn. Mijn batterij is 16%, dus zo meteen ga ik mijn laptop voor de eerste keer aan het laden zetten. En ook meteen voor de ene laatste keer. Want ja, daarna mag ik hem nog 1 keer gebruiken. En ik wil eigenlijk nog vanavond film kijken, dus misschien dat ik een klein beetje ga cheaten en vanavond nog een keer de laptop ga gebruiken om een film te kijken. Hey, sorry daarvoor, maar ik moet ook leven en ik wil niet doodgaan hier binnen. Dus ja, voor nu weet ik veel. Nog steeds vervelende muziek luisteren, appen. En met mijn fucking vlindermes spelen die de hele tijd kapot gaat. Maakt niet uit. En hallo, het is alweer een half uur verder. Maar een kleine update, de lichten zijn uit. Om het feit dat ik kan niet de hele dag de lichten openlaten. Dat is namelijk wel slecht voor lamp. Dus we moeten het maar overleven met de ledlamp. I mean, zelfs deze ga ik niet echt gebruiken. Net zat ik gewoon YouTube te kijken zonder die ledlamp. Weet je, maakt niet uit. We gaan het overleven. Oh, en even nog een dingetje. ik zei nog dat door mijn geloof ik niet mag eten. Nou, nu heb ik natuurlijk wel, ik heb die halve chipzak, die hele chipzak opgegeten, waar nog maar best wel weinig in zat. Maar ik mag dus niet voor middag eten. En ik neem maar ook niet voor avond eten, omdat ik dat eigenlijk binnen moet doen. En ik wil het in de badkamer doen, maar dat ga ik niet doen, dus ik krijg geen avond of middag eten. Nice, dat wordt een hel. Want ik heb eigenlijk best wel veel honger. Maar maakt niet uit. Nou, dat is een beetje een kleine update. Ik zit hier nog steeds te vervelen. Ik zat net een beetje YouTube te kijken. Ik heb mijn laptop nu in de oplader gedaan. Wat betekent dat hij helemaal moet opladen dat ik hem nog 1 keer mag gebruiken. Nou, ik ga gewoon muziek aanzetten. En dan zie ik leer je over. Ja, over. Weet ik van 1,5 uur of zo. Goedemorgen. Morgen, what the fuck? Goedenavond. Het is 8:15. Het is avond. En ik ben in slaap gevallen dus. Ik wil graag stoppen. Ik ben er klaar mee. Ik wil eten. Ik heb lichte hoofdpijn. Ik wil me niet meer vervelen. Ik ben er klaar mee wel. Maar ik wil echt nog steeds niet in de badkamer gaan. Maar het begon superleuk. Ah, ik ben daar dus iets meer wakker, maar het begon superleuk en zo. En ik had er heel veel zin in. Toen begon ik me een beetje te vervelen. En ik dacht, je kan gewoon. Toen zag ik er echt niet de moed in. En ook die regel dat ik mijn laptop maar 2 keer mag gebruiken. Natuurlijk heb ik die helemaal doorbroken, want ja, geloof me, dit is echt niet makkelijk. Ik respecteer wel de mensen die daar echt zitten. Ik respecteer wel mensen die gewoon dagelijks wel 24 uur challenges doen. Ja, niet dagelijks, maar gewoon vaak dit soort dingen doen.
of mensen van wie het laatste zand eraf legt van een ding die macht houden. Of van wie het laatst uit het bad gaat of wat dan ook. Dan mag die dit en dit houden. Ik heb echt respect voor die mensen nu. Ik weet hoe het voelt. Ik dacht, het is best wel makkelijk. En het is het niet. Als je het alleen moet doen, helemaal alleen, dan is het niet zo makkelijk als het lijkt. Als je iemand hebt, weet je, dan zie ik er de lol nog in. Want ook gewoon toen ik nog met vrienden aan het bellen was, toen vond ik het best wel makkelijk nog. Misschien ligt het daar ook wel aan. Ik denk dat ik het wel een leuk experiment vond. Ik denk ook wel dat ik wil gaan stoppen. Ik denk dat ik uit de badkamer wil. Ook al wil ik denk ik nog wel zien hoe het is om in de badkamer te slapen. Maar ja, weet je, als ik echt niet meer kan, stop ik ermee. Want het is gewoon kut. Ik vind het gewoon kut. Het is lastig. Nu lijkt ik echt een zurpiet, maar nee, oprecht. Probeer maar alleen. Probeer maar zelf eens een keertje gewoon, weet ik, voor je kamer of de badkamer pakken. En alleen maar één ding meenemen. En niet de hele dag op je telefoon zitten. Maar probeer gewoon, letterlijk 12 uur of zo in de badkamer te zitten. I mean, bij mij is het bijna gelukt. Nee. Nou, het is bijna 8:30. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb het benauwd. Ik heb honger en ik heb licht hoofdpijn. Het is 9 uur. Ik was opeens veel beter. Geen idee hoe. Maar mijn moeder wil ook weer douchen. Dit kon ze echt niet bedenken voor deze challenge. Hè. Ik zei nog voor deze challenge, mam, ik wil deze challenge gaan doen in de badkamer. Op die dag, terwijl vandaag, zeg ja, oké, is goed, doe wat je wil. Voelt ze opeens gaan douchen. Maakt niet uit. Ik ben er ook wel gewoon klaar mee. Voordat ik op een gegeven moment, weet ik, voel mijn nek gaan omdat ik nog niks gegeten heb. Oh mijn god, het is hier een rotzooi. Oh mijn god, de deur gaat open voor de hele. En dat is de telefoon van ma. Dat was het. Oké. Oh god, ik heb de hele dag geen dag gezien. Het is vandaag het is best wel een kut weer vandaag. Dus ja, daarom ging ik het ook vandaag doen. Het kwam lekker goed uit. Ik durf niet per se aan, want geen idee waarom. Oh, mijn eten wordt klaargemaakt. Wat fijn. Oké. Natuurlijk gaan we dit even afsluiten op de goede manier. Dus ik ga even hier zitten. Ik zet even mijn licht aan. Want hey, is al zo goed. En dames en heren, ik wil jullie van harte bedanken voor het kijken naar deze video. 24 uur in mijn badkamer. Mislukt zou je niet echt kunnen zetten. Ik zou graag meer willen, maar ja, dat kan niet omdat te veel redenen. En nee, dit zijn geen smoesjes. Maar ik ben wel eerlijk in dat ik deze soort van gefaald heb. Niet er 24 uur bij gaan. Maar de volgende keer doe ik dat wel. Met het lastiger doel. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Vonden jullie dat nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal hier beneden. Want ik heb hier veel moeite in gezet. En ik ga kijken of meer van dit soort challenges of meer challenges op mijn kanaal kan doen. Dus ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao.